Je ziet ook bij de meeste vissers dat het vissen dat het echt een passie is. Dat ze er echt voor leven, dat ze er elke dag aan denken. We zijn hier vandaag op een locatie in Begijrendijk, Visclub De Meren. We hebben hier een enorm visbestand van F1-karpertjes en gewone karper. Het is nu ergens midden maart, dus het vroege voorjaar, maar met de zon erop gaan we eens kijken wat het zegt. Ik ga starten met de jigger. Waarom? Het grootste percentage van vis dat er aanwezig is, zijn de F1'tjes. En deze zijn het makkelijkst te vangen met een jigger. Je kan alle waterlagen even afgaan. Naarmate de dag zal vorderen, gaan we zien dat er meer karper op de plaats aanwezig komt. Dan verkies ik een gewone dobber, omdat de karper iets schuwer is in het bewegende aas. En deze met een gewone montage gaat veel natuurlijker afzinken. En daardoor ga je die karpers beter kunnen vangen. Vandaag ga ik aan de slag met de nieuwe Euro XS Karp 1000. Een geweldige strakke hengel, een lichte hengel, maar voor die karper zeker sterk genoeg. De eerste vissen die melden zich meteen, zoals ik al een vermoeden had. De eerste vissen zijn prachtige F1'tjes. Prachtige visjes. Het vissen met de jigger is eigenlijk een schuivende montage. Het grootste voordeel hiervan is dat je eigenlijk de volledige lijnlengte kan benutten, waardoor je dobbertje eigenlijk over de lijn schuift. Wat ik altijd voorzie is eigenlijk dat ik hem uitlood, maar wanneer hij op het bovenste loodje komt, zal hij doorzinken en kan ik eigenlijk tot volledig aan de dakkroon in het water gaan. Het heeft een paar voordelen. Het grootste voordeel hiervan is dat je opslag eigenlijk, of je lijn altijd gestrekt blijft. Dus het is eigenlijk een zelfhaaksysteem. En waardoor ook je nog net iets dieper kan gaan. Dus ik kan eigenlijk vanaan mijn haak tot aan volledig de dakrond heel de lijn benutten. Dat is het grootste voordeel aan die jigger montagelijn. We'll be right back.
Ja, je moet eigenlijk, de vis naar boven krijgen. En dan doe je dat eigenlijk aan de hand van constant te voeren. Kan je die vis eigenlijk naar boven trekken. En dat is eigenlijk de reden erachter. Dat je, wanneer je ondiep vist, dat je dan continu moet voeren. En dat is het fijne eraan. Je moet er echt een beetje in spelen. Soms moet je met regelmaat schieten, maar heel weinig. Soms moet je één keer voeren, maar een volle katapult. Dat is het fijne aan het ondiep vissen. Je moet de hele tijd zoeken in dieptes, in voeren. Ja, het is echt het mooie eraan. Het is echt een heel actieve visserij. En een visserij die heel efficiënt kan zijn. Ook telkens bij het vangen van een vis is het belangrijk dat je bijvoert. Prachtige vis. Goed, hè? Zoals we gedacht hadden, we krijgen regel ten aanbeet. Ook weer het grootste deel veentjes. Af en toe komt er een karpertje tussen. Ze beginnen goed los te komen. Ja, er is iemand bijgekomen. Het is ook een heel gekende club hier. Het is eigenlijk in heel België dat ze deze club wel kennen. Ook gewoon door de goede visbezetting, de goede vangsten, heel het jaar door. Ja, iedereen komt hier graag, ook uitbaters Kelly en Jurgen doen het super. Een geliefde locatie. We'll be right back.
Duraslip is voor mij toch wel een enorme bijvoeging in ons assortiment. Deze elastiek is eigenlijk voorzien van een vettige olie die erop zit, waardoor dat zij veel langer gaat meegaan en ook veel soepeler uit de top komt. Nu bijvoorbeeld bij het vissen met de jigger is in principe een zelfhaaksysteem, is het ook de bedoeling dat je met een heel dunne elastiek gaat vissen. Ik heb hiervoor de 1.8 genomen, de groene. Deze vind ik echt perfect voor deze visserij. Je gaat ook zien, wanneer je een aanbeet krijgt, gaat deze meteen uit de top komen, maar is nog stevig genoeg om een eventueel fout gehaakte vis of een karper te kunnen landen. Zoals je net kunnen zien hebben op de droombeelden. Een geweldige drill. Een geweldige vis. Het zonnetje erop. Fantastisch. Dus proberen met een pellet. Veel voren op de plaats, 4 mm voeren en 6 mm aan de haak. Ja, dan ben je haast zeker als je dan een aanbeet krijgt dat het eentje is van een goede vis. Maaien is natuurlijk het beste aas. Ah, voilà, kijk aan. Maar met die pellet weet je zeker dat die kleine vis kan blijven. Oh.
doet veel met je. Dat maakt je hart sneller slaan. Dat is moeilijk te beschrijven. Het is een fantastisch gevoel. Je ziet ook bij de meeste vissers dat het vissen dat het echt een passie is. Dat ze er echt voor leven, dat ze er elke dag aan denken. Het is niet zomaar een lijntje ingooien en een vis vangen. Het is natuurlijk ook een gedeelte ontspanning dat erbij zit. In het dagelijks leven, als je dat moet gaan werken en je kan het weekend gaan vissen, dat is gewoon fantastisch, dat is genieten. Als je dan van die dikke vissen kan vangen, dat is het helemaal top. Inception rollers even wat nauwer bekijken. Deze zijn gewoon fantastische dingetjes. Mega stil, ze rollen echt supergoed, echt ongelooflijk. De buitenste opgaande rollers hebben ook onder hoek gezet wanneer de hengel in de hoek komt dat deze ook nog optimaal gaat rollen. Verstelbaar in de hoogte, worden ook geleverd in een opbergtasje. Bij het vissen op een langere afstand dan 10 meter opteren we altijd om er 2 te gebruiken. Dit gewoon om je hengel optimaal te kunnen beschermen. Het is nu wat rustiger geworden in de bovenste waterlagen. Ik begin geregeld aasbellen te zien. Heb ik een grondlijn genomen. Eén met onze nieuwe dobbertjes van onze Natural Float Rates reeks. Een paulootje van 0,4. Ja, in het voorjaar en najaar een brasemvisserij is het een fantastisch pennetje. Echt, dus, met titanium van onder. Dus heeft het hetzelfde eigenlijk als een inox of een staal onderantenne. Dezelfde eigenschappen, enkel verplooit het niet. Dus je kan het helemaal flexibel bewegen, het komt altijd in zijn vorm. En we gaan zien wat het wordt. We gaan hier nu vissen op kleine vissen, maar toch neem ik 1900ste reflow als bovenlijn. Met de reden waarom je moet een heel stijve draad hebben, zodat de jigger mooi over de draad kan glijden.
hoe soepeler de draad, hoe moeilijker dat hij gaat glijden. Hoe stijver de draad, hoe beter dat hij gaat glijden. Als ook algemeen, voor ondiep neem ik altijd een 1900ste bovenlijn. Waarom? Hoe dikker ook weer de lijn, hoe trager dat ze gaat zinken. In combinatie met een voorgemaakt GPMB maatje 16, 1300ste onderlijntje, 15 centimeter. Dat is iets geweldig, die onderlijnen. 90% van mijn visserij, misschien wel 95%, wordt gedekt met de onderlijnen die we voorgemaakt hebben. Zowel voor het feedervissen als voor het pelletvissen, als het ondiepvissen. Ja, ik kan volledig mijn visserij kan ik eigenlijk doen met onderlijnen die we voorgemaakt hebben. Je hebt ze in de GPM. Dit is voor mij de meest genomen. Je hebt ook nog de SFL, je hebt ze met een bandje, je hebt ze met een quickstop, je hebt een heel assortiment. Het is heel uitgebreid en super gemakkelijk. Ik hoef geen enkele onderlijn meer te knopen. De rig hookups is ook weer een item in ons schema dat voor mij onmisbaar geworden is. Je kan ze op je topkit monteren, dus gewoon over het top schuiven. We hebben ze in twee maten, een dunne maat voor het eerste deel en een grotere maat voor het tweede deel. Dus eigenlijk om op eender welke lengte dat je lijn wilt maken, dat is afhankelijk van welke diepte dat de vijver heeft of met welke opslag je wil vissen. Dus je kan je verschuiven, zodat je haak er kan achterhaken en je elastiek optimaal beschermd wordt tegen de verduring in de zon. Ja, het is helemaal losgebarsten nu. En je ziet, ook mooie formaat. Blijven gaan. Einde van de sessie mogen we de dag afsluiten met een geweldig formaat van F1. We hebben reuze gevangen, veel moeten afwisselen, pellets, maaien, afstanden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.